ben hier bij een van de beroemdste kastelen van Nederland, Slot Loevestein. En 10-1 dat u dan denkt aan die spectaculaire ontsnapping. Ja, Hugo de Groot, weet u wel? Uit die boekenkist. Hugo de Groot, wie was dat eigenlijk? En waarom werd hij gevangen gezet? En door wie? Nou, allemaal vragen die in het Hugo de Grootjaar, want 400 jaar geleden is het alweer dat hij hier ontsnapt is, het beste aan Hugo de Groot zelf kunnen stellen. Want hij is hier. Zijn ze weg? Ze zijn weg. Gaat het een beetje? Hoog, edel, achtbare? Het gaat fantastisch. Hoog, edel, achtbare? Elleboog. Elleboog, coronatijd, ter preventie van een heel gevaarlijk virus. Oh. 2021, dat is de tijd waarin u nu uit de kist gekomen bent. 400 jaar geleden? Ja. Ben ik erin gekropen? U bent erin gekropen. Ja, hebt u goed geslapen 400 jaar lang? Nou, redelijk, ja. Ja. Ik was heel benieuwd naar... U bent rechtsgeleerde. Ja, klopt. Beroemd rechtsgeleerde in Nederland of misschien ook wel zelfs in het buitenland. Ja, zeker in het buitenland ook. Ja. Absoluut. Kunt u daar iets meer over vertellen? Over het rechtsgeleerd zijn? Over het rechtsgeleerd zijn, ja. Nou, dat heeft een enorme studie, is eraan vooraf gegaan natuurlijk. Hè? Ja, en alles in het Latijn begreep ik ook. Ja, voornamelijk. Ik heb een Latijnse school doorlopen. Ik ben op mijn 11e naar de Universiteit van Leiden gegaan. 16 jaar was ik daarmee klaar. Wauw. Van Oldenbarneveld die nam mij in dienst, want er waren problemen in Nederland. En, Van Oldenbarneveld is dat die later? Ja, dat ja. is degene die onthoofd is en ik ben opgesloten op Loevestein voor levenslang. Ja, en wie heeft daarvoor gezorgd? Ja, dat was prins Maurits. Ja. Ja, die was in onmin gevallen met Van Oldenbarneveld. Die stonden lijnrecht tegenover elkaar op een gegeven moment. En er waren wat onrusten ook in het land over het geloof, remonstranten en contra-remonstranten. En Maurits heeft op een gegeven moment gewoon de macht gegrepen. Die heeft Van Oldenbarneveld buitenspel kunnen zetten en zijn gevolg eigenlijk, Van Ledenberg, ikzelf, Rombouts, die zijn allemaal opgepakt. En nou ja, Van Oldenbarneveld veroordeeld tot de doodstraf en de rest... gevangen gezet op Loevestein, behalve Ledenberg, die heeft van tevoren zelfs zijn leven beëindigd. Ja, en ik hoorde net, ik dacht te horen, dat u zei levenslang. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Maar het verhaal is gelukkig heel anders afgelopen. Ja, ja, ja. Mijn vrouw heeft een fantastisch plan bedacht om in een kist... Dat heeft uw vrouw bedacht? Dat heeft mijn vrouw bedacht, ja. Kijk. Ja. Door allerlei vrouwen geholpen om Loevestein te vertrekken. Ik zou graag met u naar de speciale tentoonstellingsruimte gaan. Ja. Want dat heeft te maken met het gedachtegoed van uw edele. Ja, ja, zeker. Ja. Want ik heb natuurlijk een aantal belangrijke boeken geschreven. Zoals? Mare Liberum, Iuri Belli ad Pacis. Mare Liberum is, even naar het Nederlands vertaald, de Vrije Zee. En Iuri Belli ad Pacis is over het recht op oorlog en vrede in het Nederlands vertaald. Ja. En dat zijn... Hele belangrijke boeken die eigenlijk nog steeds actueel zijn. Ja, in onze tijd staat er op de achterkant van het boek een korte inhoudsopgave. Kunt u heel kort iets zeggen over die werken? In het Mare Liberum bepleit ik eigenlijk dat de zee van iedereen is. Dat is een open deur? Of is nou, nee, in mijn tijd was dat geen open deur. Oké. Okay. Nee, want Engeland bijvoorbeeld en Spanje, die claimden gewoon zeeën als hun eigen territorium. En dan mocht je dus niet overheen varen. En ik heb bepleit dat de zee van iedereen is, want die is ons door God gegeven. Daar mogen wij allemaal gebruik van maken, om handel te drijven bijvoorbeeld. Maar daar waren de Spanjaarden het waarschijnlijk niet mee eens? Nee, daar waren de Spanjaarden het niet mee eens, daar waren de Engelsen het niet mee eens. En ik heb uiteindelijk in Engeland ook nog die zaak... goed kunnen bepleiten en die waren overstag op een gegeven moment. Op een gegeven moment is het gewoon wet geworden? Ja. Ja. En het andere boek? Wateren zijn wel beschreven natuurlijk. Mm-hmm. Iedereen heeft recht om een deel van zijn land te beschermen. Ja. De zee.
Ander boek, Yuri Beliak Pacis, over het recht op oorlog en vrede. En daarin onderzoek ik of een oorlog, wanneer die gevoerd mag worden en of die rechtvaardig gevoerd kan worden. Ja, dat klinkt een beetje vreemd hoor, in mijn ogen. Oren, het recht op oorlog, recht op vrede, ja, dat snap ik. Nou ja, eigenlijk, ik heb onderzocht dat, even kort door de bocht, een oorlog mag je voeren als alle andere middelen uitgeput zijn, diplomatieke middelen uitgeput zijn. En je start een oorlog om de vrede te herstellen. Dat is eigenlijk het doel. Alles uitgeput is qua mogelijkheden, dan kan je een oorlog beginnen. Maar die moet wel zo snel mogelijk weer afgelopen zijn en de vrede moet hersteld zijn. Ja, nou laten we geen oorlog beginnen, maar naar de expositie gaan. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Gaat u voor. Dank u. Zo. Nou, ziet u enige gelijkenis? Ik ben wat ouder geworden natuurlijk. Een beetje grijs haar in de baard, iets grotere baard. Nou ja, na 400 jaar mag dat onderhand. Maar ik vind het een goed gelijkend portret hoor. Mooi. Ja. Nou, dit was mijn gevangenkamer. Ja. Dus, gevangenkamer, ja, dat is iets anders dan een cel, hè? Ja, dit is duidelijk iets anders dan een cel. Ik had het ruim, laten we het zo maar even. Ja, en daar had u meubilair, een bed, een keuken. Allemaal. Ja, was er allemaal? Ja. En uw vrouw was hier ook? Ik zat hier met vrouw, dienstmeid en vier kinderen. Vier kinderen, ja. Kwam je dan nog wel aan studeren en schrijven toe? Dat was af en toe lastig, want kinderen willen ook spelen natuurlijk. Maar het ging, laten we het zo ging. Maar zeggen. Ja. Oké, okay, 400 jaar Hugo de Groot, ontsnapping. Ja. Zijn er nog activiteiten hier in het kasteel zelf? Jazeker, buiten het feit waar wij net waren en waar wij nu zijn, waar een filmpje vertoond wordt, is er hiernaast ook nog een hele bijzondere ruimte ingericht. Ja. Over het gedachtegoed van Hugo de Groot. Het gedachtegoed van Hugo de Groot. Ja. Ik ben heel benieuwd. Gaat u voor, edelachtbare. Wauw. Universum van gedachten. Hé, maar die ken ik. Die kent u. Nou, ik niet, maar hij heeft het eigenlijk hierover van wie is de ruimte. Van wie is de ruimte? Ja. En u had al iets gezegd over de zee? Ja, precies, van wie is de zee, ja. En wat zou uw antwoord zijn? Ja, de ruimte is ook van iedereen, voor mij. Ja. Oké. Maar iedereen praat hier door elkaar. Ja, ze praten allemaal door elkaar. Dat ziet er fantastisch uit, maar ik kan u nauwelijks verstaan, dus laten we nog even teruggaan. Ja? Ja. Toch iets van gezien, prachtig. Doet u dat nou wat om in deze lege ruimte te staan 400 jaar later? Ja, dat is raar. Dat is zeker raar. Want hoe lang heeft u hier al gezeten? Ik heb hier anderhalf jaar gezeten. Anderhalf jaar? Ja. Ik heb eerst ruim 6 maanden in voorarrest gezeten in Den Haag. En daarna heb ik hier nog anderhalf jaar vertoefd. En toen kwam die spectaculaire ontsnapping. Toen kwam dat spectaculaire ontsnapping, ja. Zo. Vrijheid. Heerlijk. Heerlijk, hè? Heerlijk, ja. Zoveel jaar gevangen gezeten en dan ineens genieten van de lucht. Bijzonder, ja. Ja. Redelijk blauwe lucht vandaag. Even nog een vraag over die vrijheid. Ja. Want we hadden het net over de vrijheid van de ruimte, de vrijheid van de zee. Heeft u een publicatie over het licht doen schijnen? Ja. Over oorlog en vrede. Nu als ex-gevangene, edelachtbare, wat zegt vrijheid u persoonlijk? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, vrijheid voor mij persoonlijk is natuurlijk dat ik de vrijheid heb om mijn eigen ideeën te uiten. Dat ik niet gevangen zit, natuurlijk. Uiteraard. Dus, de vrijheid van meningsuiting. Maar vrijheid is een veel breder begrip. En dat heeft eigenlijk alles te maken met tolerantie.
Als mensen wat toleranter naar elkaar toe zijn, dan is er veel minder oorlog. Komen er veel minder mensen in de knel te zitten. En zijn wij gelukkiger, denk ik, als we wat toleranter naar elkaar toe zijn. Na 400 jaar is dit uw boodschap? Voor ons? Ja, wees tolerant. Hoog, edelachtbare, zeer geleerde heer, ik dank u. Dit was Hugo de Groot voor Tour de Waal.